Paul, een paar weken geleden heb je me een heerlijke biefstuk laten proeven uit de Big Green Egg. Ja. Wil je me nou eens uitleggen hoe dat ding werkt? Dat zal ik zeker. Ja. Dan zullen we hem eerst moeten aansteken. Ja. Dat betekent dat we onderin houtskooltjes even goed de temperatuur gaan brengen. Ga ik hem even aansteken en daarna zal ik uitleggen hoe je een goede, lekkere biefstuk maakt. Oké, dankjewel. Ik heb er al wat hout in zitten en dan ga ik hem gewoon verwarmen. Even geprovoceerd aansteken heet dit, ja. Maar het gaat wel het snelst. Thuis doe ik dat altijd met aanmaakblokjes, maar die zie ik hier niet. Ja, ik vind de smaak van aanmaakblokjes niet zo lekker. Okay. Je hebt wel redelijke aanmaakblokjes. Ja. Dat is van het geperste karton. Ja, heb ik gebruikt wel. Ja. Ja. Je moet nooit die witte gebruiken, die zijn niet lekker. Dat is de buur ook niet fijn als ik dat doe. Dat ruik je in heel de straat. Ja. Maar dat proef je dus ook in je eten terug, dus dat moet je niet doen. Okay. Is dit ook voor een gewone barbecue goed of niet? Nou, is zo'n gasbrander? Met een gewone barbecue gaat het ook prima. Ja? Het voordeel van deze barbecue is dat je aan de onderkant een opening hebt en aan de bovenkant een opening. Yeah. Dat heb je met meerdere barbecues. Ik weet niet, heb je wel eens onder je eigen barbecue thuis gekeken? Ja, daar zit er een opening. Daar zit ook een schuifje in, alleen kan je hem dan niet zo aansteken. Het voordeel daarvan is dat je een luchtstroom kan maken. Yeah. En met die luchtstroom kun je ook de temperatuur reguleren in je barbecue. Dus als je die schuifjes verder openzet of ietsje dicht doet, daarmee temper je de luchtstroom en lucht zorgt ervoor dat de vuurkaart gaat branden, dus dat hij ook warmer wordt. Zet je hem een beetje dicht, dan zul je merken dat de temperatuur ook naar beneden gaat, want vuur heb je lucht nodig. Ja. En hoe meer lucht je erin stopt, hoe meer vuur, hoe warmer die wordt, ja. Zorg je dat hij minder zuurstof krijgt, minder lucht, dan zal de temperatuur dus naar beneden gaan. En daar kun je dus veel beter bakken. Ja. Want je wil niet dat je vlees zwart van buiten is en niet gaar van binnen. Okay. Dus dat doe ik verkeerd. Ik weet niet of ik dat verkeerd doe, maar dat is wel van die zwarte lapjes. Ja, nou dat willen we dus niet. Nee. Je kan hier dus heel goed op koken. Okay. Kijk, je ziet dat hij al een beetje begint te roken. Nou staan we binnen, Paul. En ik zie wel wat rook komen. Daar staan we gelukkig onder de afzuigkap. Maar blijft dat ding zo roken of wordt dat minder? Nou, je gaat straks zien dat je wilt. De temperatuur moet je hebben. De hitte van de blokjes of briketten wat je gebruikt. Ja. Maakt dat niet zoveel uit. Maar je wilt geen vlammetjes zien. Dus eerst gaat hij branden. Ja. Zul je zien. Dat zal ook rook geven. Die rook, dat wil je niet. Dat is niet heel gezond. Mm-hmm. Dus je moet uitkijken dat als je vlees gebruikt, dat je niet in je vuurtje druppelt. Dus doe mij een lol, gebruik nooit meer marinades. Want die vallen van je vlees af en die gaan verbranden. Okay. Dus de vlammen moeten weg zijn. Ja. En je moet gloeiende kooltjes of gloeiend hout zien. Daar wil je op warmen. Ja. Dan ben ik soms een beetje lui, hè. Dan koop ik bij Albert Heijn zo'n pak gemarineerde, goed voor de barbecue spullen. Ja. Eigenlijk zeg je, dat moet je niet doen? Nee. Als je vlees wil marineren, dan moet je het altijd na het bakken doen. Dus zorg dan dat je eerst je vlees lekker bakt. Ja. En dan op het allerlaatste moment een klein beetje marinade erop. Dan bak je hem nog even mee. Ja. Dat het er toch nog een beetje intrek, smaak aan geeft. En dan eet je het lekker op. Die marinades zitten vaak heel veel suikers in. Mm. Of spullen in die verbranden. Ja. Dat wil je niet. Niet goed om daar gelijk mee te beginnen. Kijk, je ziet nu, als je ziet, zie je en vlammetjes en hete kolen. Ja. Yeah. En die vlammetjes moeten weg en die hete kolen, of die hete houten stukjes, houten brokjes, die moeten gaan gloeien en die moeten temperatuur hebben. Ja. Ik heb nu een basisvuurtje gemaakt, maar om echt de barbecue goed op temperatuur te krijgen, is het wel belangrijk dat we nog hout bijgooien. Dus zoals je ziet, gloeit het hier al een beetje beneden.
Maar om echt goed te kunnen barbecuen hebben we wel iets meer massa nodig. Dus dan gaan we nu wat hout erbij gooien. Goed de kleppen openzetten, zodat hij goed lucht kan pakken. Nu wachten we even. Nu moeten we even wachten. Ja, hartstikke mooi. We gaan het vlees voorbereiden. Oké. Zullen we eens even kijken of het al goed is, Roland? Ja, ja. De temperatuur. Nou, even kijken hoor. Tussen 200 en 300 graden. Hij is 270 graden. Dus dat lijkt me een hele mooie temperatuur. Oké. Okay. Maar wat belangrijk is, is dat de vlammen moeten weg zijn. Ja. Je moet kooltjes hebben die gloeien. Of houtskool hebben wat gloeien. Ja, we willen ja. Geen vuur zien op een barbecue. Dat is het meest gemaakte fout. Zullen we eens even kijken? Ja. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik zie nog een paar vuurtjes. Ja, ik zie nog wat vlammetjes. Dan gaan we een beetje de temperatuur temperen. Ja. Dat doen we door wat schuifjes dicht te zetten. Zodat hij wat minder lucht krijgt. En dan zal hij zo binnen nu en 5 minuten zo. Oké, het gaat hartstikke snel. Okay. Zullen we eens kijken of de vlammen gedoofd zijn en of we hete kolen hebben, of in dit geval heet gloeiend houtskool. Nou, kijk maar. Ik zie bijna geen vlammetjes meer. Alleen gloeiend hout. Ja. Neem erin. Zullen we eens kijken of we hem al kunnen omdraaien, of hij al een beetje gekleurd is aan de onderkant. Kijk, hij gaat helemaal mooi. Kijk, je ziet het. Hij is mooi gekleurd, hij begint al een beetje bruin te worden en hij is niet zwart. En je ziet het, het is een vrij dik stuk vlees, dus het heeft wel even tijd nodig. Niet... als je te heet bakt, hè, dan gaat hij dus helemaal zwart worden aan de buitenkant. En dan heeft hij niet de tijd, want zo'n biefstukje is toch wel een centimeter of 2-3 dik. Dus het moet minimaal warm worden. Het hoeft niet helemaal door en door gaar te worden, want dat is ook niet lekker. Maar het moet wel warm worden. En je ziet nu, doordat je het op een lagere temperatuur barbecuet, dat hij helemaal mooi bruin wordt en helemaal niet zwart. Oké, ik denk dat het nu wel klaar is. Dus we gaan hem eruit halen en dan laten we hem heel eventjes op het bord. Laat hem eventjes 5 minuten rusten voordat je hem gaat snijden. Paul, wil je nog even uitleggen hoe je die temperatuur nou goed regelt? Want ja. Je zei dat hij heel goed regelbaar is. Ja. Het voordeel van deze barbecue is dat je aan de onderkant en de bovenkant een mooie schaduw hebt. Dat zit bijna op alle barbecues, alleen heel veel mensen weten niet te veel. Okay. Nou, hier kan je missen, hier zit hij voor. Yeah. Als je lucht toevoegt, hè, dus je zorgt dat er een luchtstroom doorheen gaat, dan krijg je meer vuur, meer temperatuur. Dan gaat het vuurtje harder branden, dus zal de temperatuur hoger worden. Ja. Je kunt hem hier openzetten, zoals je ziet. Je kunt hem nog extra openzetten. En als je hem dan hier ook openzet, dan zuigt hij de lucht erdoorheen. Je gaat een soort open haartje maken, waardoor hij hier lucht aanzuigt, hier eruit. Waardoor hij enorm veel warmer wordt. Ja. Als ja. ik hem nou weer dicht doe, dan zal hij minder lucht krijgen. Dus dan zal hij niet in één keer uitgaan. Maar zal die wel heel langzaam naar beneden gaan. Dus op zo'n manier kun je goed de temperatuur beheersbaar, warmer of kouder. Ja. En is dat voor elk stuk vlees bijvoorbeeld hetzelfde ideale temperatuur? Of heb je daar je moet altijd even kijken naar hoe dik is het. Hè? Als je een biefstuk erop gooit, dan is het zo, nou ja, als je een biefstuk in de oven zou gooien, zou je ongeveer zo'n 250 graden aanhouden. Ja. Dus dat kun je hier bovenop zien, dus daar kun je een beetje mee spelen dan. Maar heb je bijvoorbeeld een stuk spek wat je wat langer wil uitpakken, mm-hmm. dan moet je wel op een lagere temperatuur werken. Ja. Dus kijk even naar wat je erop legt en kijk dan even naar welke temperatuur je wilt hebben.
hebben. Het laat zich heel makkelijk laten zitten. Zo, Roland. Ja. Wat heb jij vandaag geleerd over de barbecue vandaag? Nou, eigenlijk best veel. Ook een heleboel dingen die ik nog niet wist, terwijl ik toch wel een fervent barbecuer ben. Kijk zo. De temperatuur die kun je eigenlijk heel goed regelen. Ja. Omdat er, en dat zit er ook bij mijn barbecue. Onder zit er een schuifje wat je open en dicht kan zetten. En boven zit ook een schuifje, een soort schoorsteentje wat je open en dicht kunt zetten. Ja. Als alles open staat, dan tocht die lekker door. En er komt ook dus veel zuurstof bij. Ja. En dan wordt de temperatuur snel hoger. Wil ik hem afkoelen, dan kan ik dingen gaan dichtzetten. En zo kan ik hem heel goed regelen. Ja, dus nog even voor de duidelijkheid. Je gaat hem eerst aanjagen met lucht om alles warm te krijgen. Daarna ga je hem temperen om rustig je vlees te kunnen bakken. Ja. En dus je wil niet op 400 graden je vlees bakken, want je snapt dat dat niet lekker gaat worden. Nee. Dus een mooie temperatuur is ongeveer, denk ik, tussen de 200-250 graden. Ja, 250 graden. Ja, ja. Oké, dus je jaagt hem eerst aan, daarna ga je temperen. We hebben vandaag een biefstuk gebakken. Wat heb je daarover geleerd? Nou, ook wel een paar hele interessante dingen. Eén is, nooit marineren van tevoren. Nee. Sowieso niet vlees marineren van tevoren, want dat gaat lekken en dan krijg je vlammen. En vlammen betekent dat het gaat verbranden. Ja. En het tweede wat ik geleerd heb, en ik had echt iets anders in mijn hoofd, is dat je dat zout, dat moet je dus voordat je op de grill gaat of in de pan toevoegen. Ja. Dan even 10 minuutjes laten liggen, ook geen 2 dagen, maar dat het er net lekker intrekt en dan gaat hij op de grill, zodat de sappen die worden er een beetje uitgetrokken, het bloed wordt eruit getrokken en dat karamelliseert dan op de barbecue tot een mooie donkere kast. Ruim. Geen chroma meer. Nee. Dat zout, het andere verhaal is ook wat je mij vertelde, en het klopt nu je het me vertelt. Als ik dat zout later pas toevoeg, als die al gebakken is, dan gaat het er nooit meer in. Nee. Dus dan krijg je een hoop zout en als ik doorkou, proef ik eigenlijk niks meer. Ja, je eet eerst heel zout en daarna heel flauw. Ja. Dus het voegt dan eigenlijk niks meer. Ik herken het ook nu je het zegt. Ja. Dus dat gaan we niet meer doen, we spreken bij deze af. Vlees zouten, niets je het gelijk gaat opeten. Ja. Ga je iets maken wat je morgen pas gaat eten, een grote lamsbout, dan moet je dat niet doen. Dan onttrekt het zout wel degelijk al het vocht en heb je morgen een grote lamsbout. Dus dan moet je een andere manier bedenken. Dan gaan we het niet doen. Maar ga je vlees gelijk bakken, gelijk zout. Okay. Gaan we dat voor dan zo doen? Ik ga hem aansteken. Oké, succes. Dankjewel.